ik weet zeker dat jij niet sneller een like kan geven dan dat ik op het hoofd sta van het spookje voor mij. Like challenge begint. Sorry dat ik je heb verslagen in de like challenge. Let's go. Mijn naam is Dutchuber en ja, spookhuis en zo. Je weet wel, gewoon eng, botten, spoken, geesten, alles wat zo eng is. Zoals mijn wiskundeleraar wanneer ik mijn huiswerk vergeet. Oké, dat is te eng. Zeg maar, daarvoor moeten ze gewoon een nieuwe leeftijdsbeperking instellen, weet je wel. Zeg maar, ik geloof dat bij films het maximale 18 jaar is. Weet ik vrij zeker. Maar bij een wiskundeleraar film is de leeftijd 21. Misschien wel 25. Oké, there we go. Oh my gosh. Oké, dit is sowieso het allerengste huis ever. Als jij een naam zou mogen bedenken voor dit spookhuis, wat zou het dan zijn? Laat het in de comments weten beneden. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, we gaan er naartoe. Ik ben benieuwd. Oh my gosh. Hey, ik moet zeggen, deze pompoenen die kijken op zich best wel blij. Voor een huis wat er zo eng uitziet, vind ik de uitstraling van die pompoenetjes eigenlijk nog best wel mild. Hey, maar dat is mooi, want ik heb maar gewoon zo'n idee dat we nog veel engere dingen gaan tegenkomen. Zoals mijn oma in een badjas. Oh, dat is eng. Dat is heel eng. Oké. There you go. Ik heb er zin in. Oh, dit is zo irritant. Het is niet de eerste keer dat ik keihard ben uitgegleden door een tapijt wat zo ligt. Zeg maar, tapijten zijn amazing, oké? In Roblox al helemaal. Ik bedoel, soms kun je erop vliegen, soms kun je erop vliegen. Maar in het echt val je er gewoon overheen als er iets gekreukeld liggen. Dus dat is naar. Ja, dat is gewoon alles wat ik wou zeggen. Dat is gewoon even alles wat ik wou melden. Dat het gewoon hartstikke naar is als je uitglijdt. Daar word je gewoon helemaal niet vrolijk van. Maar ja, goed, dat kan gebeuren natuurlijk. Oké, there we go. We gaan hier overheen. We hebben een checkpoint. And we got some lasers over here. We got some lasers over here. Oké, we gaan er gewoon vandoor. Want we hebben gezien in de lasers. Oh my gosh, boeken zijn nog nooit zo eng geweest. Boeken zijn nog nooit zo eng geweest. Oké, we gaan van boek naar boek. Van, oh my gosh. Hey, boeken! Wees eens even aardig. Anders moet ik jullie wegboeken. Dat is een grap. De grap is dat ik boeken verwerk in een woord wat over boeken gaat. Is dat niet leuk? Oké, dan maak ik hem niet meer. Ik maak hem wanneer ik wil. Oké, there we go. Kijk, weet je wat het is met humor? Humor is verschillend bij iedereen. Sommige mensen vinden een scheetje grappig, terwijl andere mensen houden meer van een boertje. Dus, dat is echt heel raar. Dat klinkt bijna als een bioscoopfilm. Vandaag in de bioscoop, boertjes en scheetjes, ook in 3D. Dat is... oh my gosh! Hey! Politie! Bekeuring voor deze spoken! Ze doen aan spookrijden. Is ook een grapje. Hetzelfde als met de boeken, zeg maar. Dat zeg maar, ik verwerk het woord waar het over gaat. Oké, ik stop. Oké, let's go. Nice. En dit is gewoon helemaal niet te doen. Onmogelijk is wat ik het noem. Nee, dit is niet onmogelijk. Dit is easy peasy. Lemon squeezy. Lemon squeezy. Lemon squeezy. Oké, we hebben het gehaald. Waar komen we nu uit? Wat is dit? Oké, we moeten van steen naar steen. Zoals mij is er geen één. Doe mij er 5 of doe mij er 6. Ik ben altijd bij de les. Doe mij er 8, doe mij er 9. Ik heb een hanenkam gekregen. Doe mij er 10, doe mij er 11. Ik weet niet wat rijmt op 11. Rijmt er überhaupt iets op 11? 11! Ja, als in elf. Als in elfje. You know, het is eigenlijk hetzelfde woord. Maar is dat vals spelen? Ik weet het niet. Let's go! Ah! En woe! Plons! Oh my gosh, dat was episch. Ik bedoel meer van, ik wil niet zeggen dat het het meest episch is wat ik ooit heb meegemaakt. Ik bedoel, dat is Bob die 45 taco's eet in één avond. Het was echt een soort van mega-explosie aan het einde van de dag, maar goed. Maar dit was ook op zich, ja, was best wel cool. Was best wel gaaf. Oh my gosh, wat is dit? Is dit een gevangenis, kooi, gang, zaal, feestdag? 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 Ik weet het niet, oké. Waar moeten we naartoe, dames en heren? Heeft iemand een idee? Ik denk dat ik hier moet zijn. Ah, wacht. Een van deze boeken gaat mij waarschijnlijk... Oké. Dat is oké. Ik was eigenlijk nog aan het praten, maar meer van als je het zo snel wilt laten zien, is het goed. Er staat spring op mijn hoofd en val niet in de slijk. Dit is eigenlijk gewoon letterlijk een soort van zombie slime. Gewoon alleen al het idee. Gewoon slime. Eigenlijk is het best wel een soort van vreemd dat mensen houden van slime. Als je er zo over nadenkt, het is echt gewoon super zombie en horrorachtig. En het is helemaal zo... Ik weet niet waarom ik dat gezicht erbij trek. Maar meer van dat is vies, oké. Hoi, meneer. Hallo. Wie ben jij? Oh my gosh, ben jij een slager? Dan ben je vast wel geslaagd, of niet? Snap je? Dat is deze echt. Oké. Maakt niet uit. Er staat, spring hier om nog een eng spel te spelen. Nee, dat wil ik niet. Maar ik heb wel de badge rechtsonder in beeld. Staat het? Je hebt de obby gehaald. Nice. Oh my gosh, we got clowns all over the place, bro. We got this one. And let's go, 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 go. We gaan proberen te ontsnappen uit een circus. Eerst uit een spookhuis en dan uit een circus. Het is super episch, dus je weet dat er meer is. Oké, there we go. Heel voorzichtig. Ja, dat is niet voorzichtig, Pekener.
Dat is niet voorzichtig. Ik moet zeggen, ik vind circussen best wel cool, maar ik vind clowns best wel eng. Dus eigenlijk is dat een beetje een vervelende combinatie, want bijna in iedere circus act is er wel een clown. Nou, ik wil niet per se zeggen dat ik echt clowns eng vind, zoals sommige mensen echt clowns als echt soort van grootste nachtmerrie ever hebben. Maar ik vind ze wel gewoon echt disturbing. Zeg maar niet alle clowns, maar er zitten clowns bij. Die willen er dan zeg maar grappig uitzien en cute en lief. Maar ze zien er eerder uit alsof ze je gaan opeten of zo. En dan zit je echt zo van, hey. Ah, weet je wel. In plaats van, hey leuk, je bent een clown. Mag ik je neus knijpen? En dan laat hij een scheetje zeg maar. En dan is het per ongeluk een echt scheetje. Maar dat, oh, dat is eigenlijk best wel echt een lifehack, hè. Zeg maar, als je gewoon ongegeneerd? Zeg maar, zonder je te schamen. Als je zonder je te schamen publiekelijk scheetjes wil laten, dan heb ik bij deze de beste tip. Word een clown. Laat in je neus knijpen en laat een echte scheet. Iedereen denkt dat het een nepscheet is. Totdat ze ruiken en dan is het zo van, je bent echt een gekke clown. Maar hey, misschien werkt het wel. Oké, wat is dit nou weer voor complete lariekoek? He, sommige mensen houden van een ligakoek. Ik hou van lariekoek. Nee, dit is echt, totaal waardeloos. Oh my gosh. Wat is dit? Wat is weer voor onzin? Oh, er is echt een gigantische clown trouwens. Die ziet er echt super creepy uit. Oké, nog een keer. Jump. En... Hey, dat is echt... Dat was oneerlijk. Job, waarom dan? Nou, gewoon omdat, lekker weer, hè? Ja, dat is zeg maar hoe een typische gamer probeert om altijd de fouten op het spel af te schuiven wat hij speelt. Een klein beetje zelfreflectie is niet mogelijk bij sommige gamers. Kijk, weet je wat het is? Elke gamer heeft dat wel een keer gedaan. Zelfs mensen die niet echt zichzelf als gamer achten, maar gewoon soms een keer een videospel spelen. Die hebben dat wel eens, weet je wel. Dat je dan afgaat en dan... dat was echt niet mijn schuld. Dat was echt sowieso, dat was echt vet erg door... lag, precies, lag, wat hij zegt, lag, en dan door internet, ja, precies, ja, ik kon bijna niet bewegen, ik had 30.000 frames per second, dat is best veel, nee, ik bedoel, ik had halve frame per second, oké. Dus ja, smoesjes. Ik bedoel, kijk, smoesjes is van alle tijden, ik bedoel, er zijn vast veel mensen die wel eens een keer hebben gezegd, ja, nee, ik kan dan niet schoonmaken, want ik ben dan geblesseerd. Hoezo? Je bent toch nu niet geblesseerd? Nee, maar dan ben ik wel geblesseerd, want dan heb ik zeg maar, blessureles, dus dan ga ik geblesseerd raken. Ja, dat is echt geen goede smoes trouwens, maar goed. Let's go! Oh, dit is niet leuk. Aapjes zijn leuk, maar meer van ze zitten in een kooi en ik vind dat flauw. Dat is cruel. Dat is gemeen. Laat die beestjes vrij. In de natuur. Laat ze slingeren en hangen. Laat ze gek doen en vallen. Laat ze overvallen. Nee. We willen geen aapje en overval zien doen. Nee, maar meer van. Het is oké. Alright. Het is sowieso rechts. Oké, het is nog steeds rechts. For sure. En ja, dan is het wel even links. Oh my gosh. Ik heb denk ik een lifehack. Ik wil niet zeggen dat het echt een lifehack is. Maar het is wel echt een lifehack. Ik weet het niet zeker hoor. Maar ik denk dat als je letterlijk blijft springen. Dat je hier overheen kan. Oh my gosh, ja. Yeah. Maar dit heeft te maken met de verwerkingstijd van een spel. Is dit vals spelen, Job? Ja, is echt vals spelen. Kun je hiervoor geband worden, Job? Ja, dat kan op zich ook. Is het dan wel... Nee, het is niet slim. Nee, echt niet. Totaal niet slim. Waarom doe je... Ik weet niet. Ik doe het gewoon omdat... dat is idioot en dat is wat ik ben. Oké, there we go. Ah, hamers overal en ze swingen heen en weer. Als ze me raken, dan gaat mijn kopie weer tekeer. Oké, ik vind het echt een leuke hobby. Het is leuk, het is grappig. Hoi clown, hey clown. Hallo clown, je bent cool. Weet je waarom? Omdat kom op, je bent een clown. Ik hoef toch helemaal geen reden te geven waarom jij cool bent. Clowns vinden hunzelf toch al cool? Zeg maar, clowns zijn wel leuk. Clowns zijn wel leuk. Ik bedoel, dit vind ik echt een enger clown. Zeg maar, van die clowns die helemaal zo geschminkt zijn. En dat haar helemaal expres zo eng hebben. Ja, niet expres eng. Ik bedoel, hun zien het waarschijnlijk als funny. Maar ik vind het best eng. Dit is echt een killer clown. Dit is een enger clown. Deze die wil je niet tegenkomen in het circus. Oké. Dit is echt een lange hobby. Dit is echt een lange hobby. Of ja, het valt eigenlijk best wel mee. Ik bedoel, we hebben zojuist natuurlijk ook al een hele hobby gespeeld. Dus meer van, eigenlijk valt het best wel mee. Oh my gosh, dit ziet eruit als een totaal ridicuul plan. Naar boven klimmen in een circus tent zonder beveiliging. Stupid. I love it. Oké, let's go. Well, there we go. We hebben hier een ster. Dat is zeg maar een soort van cirkel, maar dan met hoekjes eruit. Waardoor het eigenlijk een puntige cirkel is. Oh my gosh, mijn leven is compleet. Een ster is een puntige cirkel. Ik heb er nog nooit zo naar gekeken. Even serieus, eigenlijk is het echt zo, hè? Nee, eigenlijk niet. Het is wel leuk om mensen te doen laten geloven dat het zo is. Stel voor, een ster zou geen ster heten, maar een puntige cirkel. Hey, heb je al een puntige cirkel in de kerstboom? Nee, oké, jammer. Nou ja, nee, niet echt, want ja, ik heb de kerstboom opgegeten. Oké.
Het zou best lekker hoor, als die gewoon een beetje goed aangebakken is. Jawel. Oké, okay, there we go. We klimmen hier naar boven. Is dat de bedoeling trouwens? Oh my gosh. Ah, ik moet hier zijn. Oh, dit is echt iets om duizelig van te worden. Dit is echt iets om Dizzy the Wizzy van te worden. Dizzy the Wizzy. Oh, dat klinkt naar. En we hebben het gehaald. Oh my gosh. We hebben het gehaald. Like voor meer. Anders heb ik het betaald. Oké, okay, dit was cool. Ik vond het leuk. Ik vond het een interessante hobby. Like voor meer en adios.